Goedemorgen kijkers en luisteraars. Welkom bij Zaterdag Live, de talkshow van RTV Discus, aflevering nummer 29 van de eerste jaargang. En vandaag gaan we u presenteren de actuele en culturele weetjes in Den Haag, opgespoord door Tooske Pronk. Het Eskamp Festival, daar gaan we het over hebben. Het boek Ren, Janina Ren. Het nieuwe wijkpark of stadspark wat er moet komen in Rustenburg-Oostbroek, Spark geheten. En we gaan het hebben over het enorm succesvolle festival hier aan de kade, ofwel Kaderrock 2017, zo moet ik het zeggen. We gaan ook even in de agenda gluren van Hanna Drost, om op die manier een beetje inzicht te krijgen in de activiteiten van de mensen die met de gemeentepolitiek bezig zijn. We hebben het standtafelgesprek en dat gaat vandaag over de schuldhulpverlening. En ik praat daarmee over met Marian Rutte, cliëntenraad Sociaal Domein, Joyce Godeke van woningcorporatie Haag Wonen, Marie-José Vergardingen van CZ De Verzekeringmaatschappij, Pieter Hilhorst aan Margie, moet ik zeggen, schuine streep schuldenlab 070 en Hanna Drost, de fractievertegenwoordiger van de SP. En we zijn weer trots dat we toch weer een live artiest vandaag voor u hebben kunnen boeken, namelijk Hanneke Laura. Goed, maar nu eerst de weetjes. Dit is Haaglanden Actueel. Een greep uit de actuele zaken in de regio. Goed. Tooske, wat heb je gevonden? Nou, ik heb gevonden dat er internationale stoomdagen in het Zuiderpark zijn.